Personeel Sint-Antonius Ziekenhuis gaat staken. En Oudewater wil een nieuw zwembad. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Medewerkers van het Sint-Antonius Ziekenhuis gaan donderdag staken. Het gaat om de ziekenhuizen in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Actievoerders nemen het stokje over in de zogenoemde ziekenhuisstakingen, die eerder al in andere instellingen zijn gehouden. Medewerkers willen een hoger salaris en meer toeslag als ze op het laatste moment worden opgeroepen. Verder willen ze goede afspraken over werk- en rusttijden. Wettelijk gezien mogen ziekenhuizen niet staken en daarom worden er zondagsdiensten gedraaid. We zorgen ervoor dat de impact voor de patiënten zo min mogelijk is. We komen er helaas niet onderuit dat sommige patiënten voor hen de afspraak niet door kan gaan die ze op die dag hebben, die gepland stond, geplande zorg. Die patiënten worden allemaal persoonlijk benaderd en met hen wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een nieuwe afspraak op zo'n kort mogelijke termijn. Heb je niets gehoord, dan gaat je afspraak gewoon door. En spoedeisende zaken gaan natuurlijk allemaal gewoon door. Er wordt al tientallen jaren over gediscussieerd in Oudewater. De bouw van een nieuw zwembad. Maar na al die tijd zit het stadje nog steeds met een sterk verouderd lek statenbad. Tijd voor actie, vindt de stichting die het bad beheert. 15 graden. Ja, het zwemseizoen is nu echt afgelopen. En dat zou niet zo hoeven zijn. Als Oudewater tenminste overdekt zou kunnen zwemmen. Een jarenlang gekoesterde wens van de stichting die het huidige bad beheert. Als de zomer eerder stopt, dan gaan we naar binnen. En dan pompen we het water van het buitenbad naar het binnenbad, zodat we 12 maanden kunnen zwemmen. De stichting heeft nu zelf een plan gemaakt voor een nieuw zwembad dat de inwoners en de gemeente niet meer zou kosten dan het sterk verouderde statenbad. De belangrijkste kosten van het zwembad is personeel en energie. En doordat we duurzaam bouwen, kunnen we de energiekosten voor 12 maanden zwemmen gelijk houden aan dat we nu voor 5 maanden zwemmen. En dat betekent dat we exploitabel houden. Om steun te vragen voor hun plan is er daarom een petitie gestart. Compleet met flitsende website en dito promotiefilmpje. En om 8 uur moet die vanavond alweer weg, want er komen de basketballers. Daarom willen wij heel graag een binnenbad. Bijna 1000 Oudewaternaren hebben hun digitale krabbel inmiddels gezet. Maar de gemeente bepaalt uiteindelijk of dat nieuwe zwembad er ook echt gaat komen. Wethouder Bob Duindam is in ieder geval erg enthousiast. Ik vind het een briljant voorstel en als uit de onderbouwing blijkt dat het echt kan, dan gaan we het doen. Zou het dan eindelijk gaan gebeuren na 30 jaar discussie? Het is wel jammer dat het zo mooi groen is, hè? Het bestuur van het zwembad ziet het wel gebeuren. We gaan er vol voor en we hebben er vertrouwen in dat het nu eindelijk ook echt gaat gebeuren. Ja, het enthousiasme ligt het zeker niet. En begin december dan wordt die petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Die praat dan over de toekomst van het zwembad in Oudewater. Het is vandaag coming out dag over het open willen zijn, over je geaardheid. Nou, op veel plekken in onze regio is er vandaag bij stilgestaan. Zo ook bij het stadskantoor in Utrecht, waar de regenboogvlag werd gehesen. Vanochtend vroeg werd op het stadskantoor in Utrecht de regenboogvlag gehesen. Het is vandaag namelijk coming out day. Volgens het COC is zo'n dag nodig om het uit de kast komen onder de aandacht te brengen. Als je daar prettig bij voelt, dat je er in ieder geval de veiligheid voelt en de vrijheid voelt om daar voor uit te komen, te zijn wie je bent. En om dat te laten zien en om dat te erkennen is gewoon ontzettend belangrijk. Het COC kijkt met de zogenoemde regenboogmonitor hoe verschillende gemeenten in onze provincie LHBTI-rechten meenemen in hun beleidsplannen. Volgens de organisatie heeft Utrecht in het afgelopen jaar een flinke inhaalslag gemaakt. Burgemeester Van Zanen is daar erg blij mee. We zijn van voldoende naar goed gegaan. En dan ga ik ervan uit dat op tal van terreinen, ik noemde ze net, op scholen, in de sport, in het welzijn, in ons eigen personeelsbeleid er resultaten zijn geboekt. Maar we zijn er nog niet. Utrecht zou voor veel gemeenten in onze provincie een voorbeeld moeten zijn, zegt het COC. Want vaak is er nog te weinig aandacht voor deze groep. Maar wat we ook zien helaas is dat er ook in gemeentes vorig jaar in coalitieprogramma's goede plannen en ideeën waren. Maar dat er eigenlijk weinig of niks van terecht is gekomen. Ja, en daar zullen we die ondertekenaars en die gemeenten aan hun handtekening blijven herinneren. Maar ook blijven helpen en ondersteunen en adviseren hoe ze dat wel verder kunnen brengen. Voor Van Zanen was het in ieder geval weer een feestelijke ochtend. Het was ook een vrolijke bijeenkomst, want we moeten trots zijn op zo'n diverse stad waar zoveel mannen en vrouwen wonen en de LHBTI+ gemeenschap zich thuis voelt.
En zometeen in U Vandaag praten we verder over Coming Out Dag. In onze provincie is de bouw van zeker 1800 woningen stil komen te liggen als gevolg van de stikstofcrisis, zegt ondernemersorganisatie Bouwend Nederland. Na de uitspraak van de Raad van State over de uitstoot van stikstof gaf de provincie Utrecht geen vergunningen meer. Dat gebeurt sinds vandaag overigens weer wel, maar de voorwaarden zijn een stuk strenger. Studenten die op de Uithof in Utrecht wonen klagen over geluidsoverlast vroeg in de ochtend. Op het Science Park zijn diverse werkzaamheden bezig en die beginnen al om 7 uur in de ochtend. Volgens de wethouder expres zo vroeg, omdat het dan weer rustig is om 9 uur als het college begint. Maar de studenten zijn er dus niet blij mee. Paleis Soestdijk blijft ook volgend jaar open voor publiek. Het voormalig verblijf van koningin Juliana en prins Bernhard zou begin volgend jaar dichtgaan voor een grote renovatie, maar die is uitgesteld. En dus kunnen bezoekers er in 2020 ook nog een bezoek brengen. Het paleis is overigens niet altijd open, alleen als er activiteiten zijn, zoals bijvoorbeeld bij Koningsdag. In het Louis Hardloper Complex in Utrecht is vanmiddag een congres gehouden rondom de RTV Utrecht documentaire Overleven. Die gaat over de Utrechtse studenten Nadia van de Ven, die in 2002 werd vermoord. De film laat het verhaal van het verwerkingsproces van de familie zien, maar gaat ook in op de rechtszaken die ze voerden. Tijdens de bijeenkomst werd daarom gediscussieerd met mensen die professioneel bij een rouwproces betrokken zijn over de juridische positie van nabestaanden. Volgens Slachtofferhulp Nederland moet een civiele procedure niet jarenlang voortslepen, zoals het geval was bij de zaak van Nadia van de Ven. Want deze mensen die maken al een hoop mee, maar krijgen bovendien vaak uit hun omgeving nog het verwijt. Jeetje, ben je nou nog aan het rouwen? Je moet nou wel verder met je leven. Terwijl ze zich eigenlijk niet realiseren welke stappen deze mensen allemaal door moeten. Aan zondag zenden we de docu Overleven uit en hij is nu ook al te zien op onze website rtvutrecht.nl. Ja, zaterdag, morgen dus, is de derby IJsselmeervogel Spakenburg, oftewel de rode tegen de blauwe. Ja, het vissersdorp is als vanouds verdeeld en er is veel rivaliteit. Zeker als je komende zaterdag zelf op het veld staat. Nummer 10, Michael de Harder. IJsselmeervogels middenvelder Michael de Harder is een ervaren rot en speelde al meerdere derbies. Vooral de eerste keer dat ik mocht scoren was hier thuis. Was voor mij de 1-0 tegen de Tabarima. Was niet mijn mooiste uit mijn carrière, maar wel... Wel de mooiste van persoonlijk op de derbyvlak, zeg maar. Daar tegenover staat Hero van Lopik, die nog nooit een derby speelde. Hij is pas 17 en zit nog op school. Vanaf 2 weken geleden heb je het al met de jongens erover van wat als je hem speelt. En deze week is het echt concreet geworden. En dan iedereen die je tegenkomt, die zegt het tegen je. Mensen hebben het erover, leraren, jongens bij je in de klas. Jongetjes van school van 12 jaar komen naar je toe van kom op en zaterdag die rooie inmaken. En ja, is fantastisch, is echt leuk. In de competitie is IJsselmeervogels momenteel koploper. Spakenburg staat op een tegenvallende 15e plaats. We zijn zeker de favoriet, alleen ja, dat is het gevaar altijd. In de derbys telt geen plek waar je op staat, dus dat is het gevaarlijke daaraan. In de derby vind ik dat het wel een beetje gelijkwaardig is, maar hun hebben wel een beetje de favoriete rol. Tot slot een dilemma voor beide heren. Wat heb je liever? Morgen verliezen of een maand geen salaris? Ik zou zelfs 3 maanden niet willen krijgen om die derby te winnen. De derby verliezen? Nee, zeker niet. Dan een maand geen salaris. We willen altijd de derby winnen. Dat hoor je een half jaar lang. Dus nee, daar gaan we zeker daarvoor. Ja. Ja, strijdkracht ligt het zeker niet. Nou, die wedstrijd is zaterdag om 3 uur op de Westmaat. Uiteraard ook te volgen op Radio M Utrecht. Krijgt u nog het weer? Vanavond en vannacht is het wat vaker droog. Bij een vrij krachtige wind koelt het af tot een graad of 14. En morgen in de ochtend van tijd tot tijd regen blijft bewolkt bij maximaal 16 graden. Tot zover U-nieuws. Zometeen na de reclame hoort u waarom advocaten mogelijk gaan staken. Praten we over Coming Out Dag. En we horen prachtige muziek van het Harmonie Orkest Excelsior Vianen. Ze zijn met een heleboel hier naartoe gekomen, want ze bestaan 120 jaar. Graag tot zometeen.